Wat zei jij nou net, Thomas? Nou, ik zag dat je hem gisteren aan had. Of ja, gisteren. Dacht, dat kan ik hem vandaag wel aan doen. Ik trek het zo slecht dat het jou beter staat. Hij is wel beter gewassen, die van mij. Ja, die van mij is helemaal faal. Ik heb wel babyvlekken erop zitten. Ik word homo, jij wordt ook homo. Ik neem een leuke vriend, jij neemt ook een leuke vriend. Ik heb een kat met 3 pootjes en jou hoor. De kat was zoek 2 dagen. Dus wij hadden al helemaal afscheid genomen van haar. En opeens zat ze weer voor de deur. Dus ik was heel blij en ze sprong van de stoel af. En toen zag ik dat het pootje rechtsachter, dat hing zo'n beetje zo naast dat lijf. Heel ja, dat is bij mij eigenlijk, ja. Ja, we noemen de kat van Wilk Martijn. Maar die poot is geamputeerd. Ik doe dus net een bijzondere ontdekking. Ik dacht, ik doe zo'n magneetdingetje hierop, maar dat blijft helemaal niet zitten. Blijkt dat dit hele bord gewoon helemaal, dat hele filterding is gewoon magnetisch. Dus je kan gewoon hier, bam, ik kan eindelijk die foto's ophangen. Maar kijken. Hatsa. En toen zei Roy. Ja, we hebben zo'n flip-over besteld, zeg maar. Nee. We, ik. De stagiair heeft een flip-over besteld, maar goed, daar hebben we het nou niet over. Dat maakt verder niet uit. Maar, en dat hebben we dus eigenlijk nog niet nodig, want we moeten gewoon papiertjes hebben. Die papiertjes kunnen we gewoon hier ophangen. Maar, je hebt een goed idee. Ja, want we hebben hier namelijk, kom mee. We hebben hier namelijk een snoeppot staan. Ja. Alleen als je hier aankomt lopen. Niemand ziet het. Niemand ziet het, want er zit ook een plant voor je. Houd kort, hè. Ja. Dus, wat gaan we doen? We gaan die flip-over gaan weer hier neerzetten. Ja. Met, gaan we opschrijven van hier snoep. De kat was de operatie niet waard. Dat is ook echt waar. Het is gewoon echt een leuke kat. Het is dat je een aureool hebt door de zon hier buiten, maar nee, ik snap wel wat je bedoelt. Het is gewoon echt een rotbeest. Ja. Wil jij een rotbeest ook nog eens een keer gehandicapt? Ik kom hem brengen. Binnen een straal van 50 kilometer om Hilversum kom ik hem brengen. Je krijgt voor 1 maand voer, vlooienband en van die staafjes om op te eten erbij. Ik ben zo bang dat je dit... 3 jaar oud. Je meent het ook nog, hè? Ik meent het echt, ja. Het zit helemaal vast. Ja, laten we kijken, dan gaat het niet meer af. Zeg, Carolien, ik weet dat je aan het werk bent, hè? Maar hoe kan dat toch? Dat als een beetje van die gewoon een beetje normale mannen, ja, als ze dan in één keer in zo'n rockformatie staan, dat je denkt, zo. Wauw. Ja, hè? Ja, ik heb wel eens gehoord dat wij, dit is echt, ik weet niet waar dit vandaan komt, deze info, maar ik heb wel eens begrepen dat hoe meer tijd je hebt om dingen te doen die echt helemaal niet noodzakelijk zijn in het leven, hoe indrukwekkender je bent voor mensen. Dus als jij je leven kunt vullen met zingen of op een gitaar spelen, wow, in plaats van dat je nieuws voorleest. Knop indrukt. Ja, precies. Ja. Oh, wacht, het programma begint. Oh, nee. Oh, sorry, Rob. Oh, nee, joh. Sorry. Ik laat er gewoon doen. Geen punt. Als die vak kan dat wel hebben. Ja. We gaan weer met de choreografie. Sorry. Zo, waar waren we? Nou, dat die toetsen mist, vind ik zo knap. De Muf heet ze, hè? De Muf. Lifehack, mensen. Roy heeft net ontdekt dat als je er overheen schrijft, dan gaat het gewoon weg. En precies, en dan veeg je en dan is het weg. Kijk, op hakpakket. Ideaal. Volgens mij gaat hier een stagiair een voldoende halen, hoor. Zou mij niks verbazen. Nou, Ruud. Weet je er nou laatst ongemakkelijk van? Dat ik zei dat je er zo goed uitziet tegenwoordig. Het is een beetje awkward, werd het, hè? Nee. Oh, shit. Ik ben via de achterkant even fiets gezet. Maar weet je er ongemakkelijk van? Even eerlijk zeggen. Nee. Oh, jammer. Mijn vriendin is daar heel blij mee, want die zei, hè, dat was ook de bedoeling. Dat iemand het überhaupt zou opvallen, ja, bij die blinde gasten van de radio. Ik vond dit een goed idee, Roy. Ja. Ja. Het is wel jammer dat er geen snoep was, want we moesten het nou uit de automaat halen. Dat was vrij kostbaar. Dan word je zo bedrogen. Kijk, dit is deze 2 zakjes. Dat is dus dit. En daar heb ik dus gewoon een hypotheek voor moeten afsluiten. Nou, zie je er al snel goed uit natuurlijk tussen andere radiomensen, maar het is echt een upgrade gehad. Ik vind het echt mooi. Oké, nu word ik weer ongemakkelijk, hè? Ja. Dag Ruud. Zeg je dat ook tegen Georgina? Ja, maar hallo. Die heeft geen upgrade nodig. Ja, bedoel... nou ja, die liep tot ze hier kwam werken ook elke dag en overal. Hoor. Man, echt, als die rok nog korter wordt, dan is het een riem. Kijk dan. Nee, sorry. Als je daarnaast staat, Ruud, is het toch minder inderdaad. Ik doe wel gewoon alleen jou in beeld dan. Zo makkelijk. Als jij moet kiezen qua dropfruit, welke smaak wordt je dan?
Oh, die smaken eigenlijk allemaal hetzelfde. Of had ik die niet moeten verklappen? Ja. Niet? Zeker niet wel. Wacht even. Of zijn het van die B-merk? Nee, het zijn Red Bull. Nee, dat zijn die. Die kosten 21 per stuk. Komen uit de automaat hier beneden, hè? Of je munt erop koopt, hè? Ja, maar je uit de automaat smaakt wel om hetzelfde. Ja, hè? Voor de dammer, ja. Ja. Nee, niet lekker. Wat heeft jouw voorkeur? Tickles of winegums met twee smaken? Winegums, maar eigenlijk met één smaak. Gewoon puur winegum. Je bent een winegum purist. Sorry. Ze zijn een beetje oud. Ja. Maar... Nee, het is half drop. En dan ja. De rode. Maar ze schijnen dus allemaal hetzelfde te smaken. Ja, maar idealiter? Idealiter. Mm. Maar niet uit. Alleen het winegummetje? Nou ja. Maandag. Nou schatje. Oh, die doen we dus nog steeds. Wendy, wat doe jij hier? Ik moet dat al etende. Koffie drinken. Mm-hmm. Chocoladeletters brengen. Dat, even kletsen. En mijn zoon wilde graag piano spelen, zoals je hoort. Ja, precies. Dit is nou... Maar maak even reclame voor je vlog. Oh! Wendy heeft ook een vlog. Ook een vlog. Meneer aan de overkant heeft me een klein beetje aangestoken. Eerst was het bloggen. Houd kort, hè? Houd kort. Oh ja, oké. Wendy vlogt. En ik zou het leuk vinden als jullie ook eens een kijkje bij mij zouden nemen op YouTube. Dus op YouTube, Wendy vlogt. Als jij weet welk liedje dit is, laat het even weten in de comments. Martijn weet het zelf niet eens, volgens mij. Nee.